Hey, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Veerle. En ik ben Tom. En we hebben deze week echt een superleuke smaaktest voor jullie. Helemaal in thema hebben we namelijk van Yamin iets superleuks gekregen. Het zijn namelijk... kruidnootjes! In alle smaken. En die mogen we voor jullie testen. Superleuk, ik heb er zin in. Wat voor smaken hebben we allemaal? Aardbei. Pure chocoladenoten. Kokos. Melk. Wit. Truffel. Karamel. Tiramisu. Sinaas. En als laatste hebben we yoghurt. Oeh. Oké, we beginnen met truffel. Goed, Eén truffelkruidnootje. Ja, ik heb hier geen woorden voor nodig. Nee, dit is echt super lekker. Ik denk de lekkerste kruidnoot ooit uitgevonden. De volgende is aardbei. Ik ben heel benieuwd naar deze. Stinkt het? Ja, het ruikt naar aardbei. Oeh, die zien er wel leuk uit. Ja, het is wel heel mooi. Nou, cheers. Die zijn wel lekker. Het is wel heel zuur op je tong. Je hebt wel eens van die smaken die echt super chemisch zijn, maar dit is echt super lekker en smaakt echt naar aardbei. Om in de fruitsferen te blijven heb ik nu sinaas gepakt. Ik ben echt heel benieuwd. Cheers! Alles wat sinaasappel smaak heeft vind ik echt heel erg vies. Echt? Ja. Oh, ik Want vind dat deze... komt omdat ik dan moet denken aan de tandarts vroeger. Aan de fluor. Die had altijd sinaasappel smaak. Eeuw. Ja, dus dit smaakt voor mij naar fluor van de tandarts. Nou, ik vind hem heel erg lekker omdat hij juist heel erg naar Sinterklaas smaakt. Maar je krijgt toch wel eens van die... appeltjes van oranje. Ik weet niet hoe Sinterklaas smaakt. Het smaakt naar al het snoepgoed bij elkaar en dat is deze sinaas en ik vind het wel lekker. En de volgende is wit. Oh, wit. Witte chocolade. Die kennen we allemaal wel, denk ik. Maar ja, we moeten toch proeven. Daarom. Helaas. Vervelend. Wat nou. Een rottepen. Cheers. Ja, valt verder ik niet zo veel prima. Oké, nee. Next. Gewoon lekker. Tiramisu. Ben benieuwd. Cheers. Ik vind hem echt heel erg lekker. Maar het is niet zo'n heftige smaak. Nee, echt... je moet er wel een soort naar zoeken, zeg maar. Hij is wel heel erg lekker. Hij is echt heel erg lekker. Ja, de volgende is karamel. Cheers. Hij smaakt heel erg naar karamel, vind ik. Ik vind hem heel erg lekker. Ja, ik vind het ook heel erg lekker. Wauw, ik had echt niet verwacht dat ze zo lekker zouden zijn. Kokos. Die kan jij, daar denk heb ik echt het meest zin in. Oh, die ga jij zo lekker vinden. Cheers. I love it. Mm. Wow, dit is zo lekker. Op naar de volgende. Yoghurt, smakelijk. Cheers. Je proeft een beetje het zuurige van de yoghurt, maar toch is die ook zoet. Deze smaakt echt naar yoghurt. Wow. Wat goed. Ik ben echt zo verbaasd over de smaken. Het smaakt echt allemaal naar wat erop staat. Ja, het smaakt echt gewoon echt. De volgende is pure chocolade. Cheers. Yay, nou, so pure happy. Chocolade is gewoon echt pure chocolade. Ja, met een beetje pepernoot. Lekker. And last but not least, melk. Melk. Cheers. Melk chocolade. Super lekker. Subliem. Ik ben echt heel erg blij verrast door de smaak van deze kruidnootjes. Ik ook. Die zijn zo lekker en puur en niet chemisch. Gewoon. Nee, het is gewoon echt. Het heeft echt de smaak van aardbei, van sinaas, van alles wat erop staat. Het is echt super lekker. Maar. Welke vond je de lekkerste? Kokos. Dus, ben jij benieuwd geworden naar deze kruidnootjes? Je kunt ze kopen bij Yamin. Ga dat ook zeker doen, want het is echt super lekker. En we zijn heel erg benieuwd naar wat jullie de lekkerste smaken vinden. Dus laat het alsjeblieft weten in de comments. En doe een duimpje omhoog als je dit een leuk filmpje vond. Abonneer op ons kanaal om op de hoogte te blijven van onze video's. En dan zien we jullie graag volgende week woensdag weer. Yes, tot volgende week woensdag. Doei. Doei. Kijk nou hoe gemeenst. Staan ze gewoon even te kijken hoe Veerle's jurk eruit ziet. Zonder dat ik hem mag zien. Ja, hier leuk.